lokaal. We kijken vandaag naar Jiu-Jitsu en dan hebben we het over Braziliaans Jiu-Jitsu. Dus niet de Japanse versie. We zijn hier te gast in de topsporthal bij de Flevo Open. De Flevo Open, een terugkomend evenement, hè? Ja, klopt. Ja. Het is de vierde editie. Dus elk jaar hopen we te groeien en tot nu toe gebeurt het ook. Ja. Hoe belangrijk is dit voor Almere? Ja, hoe belangrijk is het voor Almere? Ik denk in het algemeen dat het belangrijker zijn. Mensen die komen hier in hotels, gaan misschien naar het restaurant. Maar ook voor de sfeer en ook de topsporthal. We zetten het op de kaart en we hopen elk jaar te kunnen groeien. Waardoor er steeds meer mensen gaan komen en Almere er ook wat aan kan hebben uiteraard. Hoeveel doen er nu mee? 367 vanuit heel Europa weer. Hoe is het met de Almeerse atleten? Ja, ze doen het goed. Er zijn hier twee verschillende teams bezig. Ons eigen team Kanshin, team UZT. En ze doen allemaal hun eigen ding en allemaal doen ze het allemaal goed. Zeker. Wij volgen Niels Evers en we zien hem hier in de halve finale tegen Andreas Grober. Maar je kwam al vrij snel op 3-0. Ja, klopt. Maakte een goede beweging. Krijg je punten voor. En ik had dat wat verder uit willen breiden. Ik had dat onnodig laten liggen, vind ik. Maar wat had je willen uitbreiden dan? Ik had mount willen gaan zitten. Dat hij op zijn rug ligt en ik er bovenop zit. En vanaf daar had ik willen werken naar een armbar of een choke. Dat had me beter geleken. Ja, dan wordt het 6-0. Is dan de partij al gespeeld? Nee, zeker niet. Als jij 6-0 voor staat, dan hoeft, hoeft hij eigenlijk alleen maar te gooien. En één keer te controleren. En dan staat het 6-6. Dus met 6-0 heb je hem zeker nog niet uit. Nee, dus ik was heel blij dat ik het goed vast kon houden. Hem steeds weer kon passeren, klem kon zetten. Daar was ik heel blij mee. Ja, want hij moest telkens in de verdediging, hè? Ja, hij heeft altijd verdedigd. De hele pot. Ik ben ook wel van het aanvallende spel. Dus. Nou, op een bepaald moment dacht ik, hij komt even een momentje terug. Maar dat was een heel kort moment, toch? Ja, klopt. Hij schoot eventjes achteruit. En het ging hier rechtop. En toen werd er vanaf de kant al geschreeuwd, laten we niet opstaan. Toen dacht ik, nee, inderdaad. Toen had ik hem weer naar beneden getrokken en eromheen gelopen. Is dit je eerste pot vandaag of heb je er al meer gedaan? Het is mijn tweede pot. De eerste die duurde maar 30 seconden. En deze de hele partij. Allebei gewonnen? Allebei gewonnen. Deze heb je met 9-0 gewonnen. Opent dat perspectieven voor de rest van het toernooi? Ja, ik denk het wel. Dit was wel een van de favorieten. Deze jongens, die werd wel vooraf gezegd, nou hij gaat het goed doen. Nou, gelukkig heb ik van hem gewonnen en ik hoop dat ik in de finale net zo sterk kan zijn. Hoe onderscheidt Jiu-Jitsu zich van andere sporten? Er wordt hard geknokt, dat zie je ook op de mat, maar het is wel sportief. Je ziet de mensen meeleven, maar tegelijkertijd zie je straks de tegenstanders naast elkaar met elkaar praten. Het gaat op het heet van de strijd, maar nogmaals, sportiviteit staat altijd hoog in het vaandel. Ja, qua techniek, wat is het verschil met judo? Ik leg het vaak uit, bij judo stot gaan wij door. Dus bij judo ga je gooien, kom je op de grond, heb je een houtgreep, soms heb je een armklem. Maar wat bij ons is, is het eigenlijk andersom. Je begint wel staand, maar hoe wij je naar de grond te brengen, maakt niet zoveel uit eigenlijk. En op de grond gaan wij gewoon door. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je iemand onder controle weet te krijgen. En zo snel mogelijk eigenlijk naar een submission, dus een opgave weet te dwingen door middel van een armklem, een choke of noem het maar op. Omdat Niels de halve finale heeft gewonnen, komt hij uit in de finale tegen Colin Maxim. En dan is je tactiek meteen de aanval kiezen? Meteen vol erin. Ik doe al een hele tijd judo namelijk. En dan is het, denk ik, dit de beste tactiek. Gewoon vol erin. Proberen te gooien. En vanuit daar passeren en klemmen. Dus. Je bleef maar aanvallen en aanvallen, maar je kwam er niet voorbij. Hè? Hoe kwam dat? Hij had zijn benen heel strak zitten. Dat kreeg ik niet los. En hij hield me heel goed dichtbij. En als je dichtbij zit, dan kan je geen kracht zetten. Ik moet echt rechtop kunnen zitten en zijn benen kunnen doorbreken. En hij hield me de hele tijd dichtbij. Dat kost zoveel kracht, zoveel moeite. Dat deed hij heel goed. En toch nog op het laatst van de wedstrijd lukte het toch nog, hè? Ja, hij ging ineens, hij kon niet meer. Zijn benen waren verzuurd, denk ik. En doordat ik maar bleef gaan en bleef gaan. Ja, op een gegeven moment houdt het op met het lichaam. Op een gegeven moment kun je niet meer. Nou, toen kon ik voorbij. Daar was ik heel blij mee. Heel blij. Wapen volgt een overwinning in die finale. Ik zeg dat wel. Oh, ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. En achteraf denk je dan van ja, dit had ik veel makkelijker kunnen doen. Maar wel blijven knokken, blijven gaan. Op een gegeven moment lukt het toch. En dan toch eerste. Almere lokaal.